Ik denk dat er daar in heel die discussie de randvoorwaarden zeer belangrijk zijn. Namelijk, ten eerste, hoe zit het met het beschermingsmateriaal? Ten tweede, een goede strategie van testen en tracen? En ten derde, dat iedereen zich met de nodige burgerzin aan de regels blijft houden. Het is niet omdat we heropenen dat we een aantal regels over sociale distancing en dergelijke meer minder nauw zouden moeten nemen. Meer nog, de mate waarin we allemaal, elk voor zich, de regels die men zal uitrollen, respecteert, zal bepalen, het ritme bepalen waarin we die exit zullen kunnen op een veilige manier kunnen waarmaken. Dus het is een opdracht voor de regering, de vrijdag. Het zal geen gemakkelijke opdracht zijn. Het wordt ook voor jullie moeilijke dilemma's, maar het zal ook een opdracht zijn voor elke burger om die exitstrategie, om daar een succes van te kunnen maken door zelf de regels te volgen. Hoe beter dat we dat doen, hoe sneller we het normale leven, het nieuwe normale leven zullen kunnen hervatten.